we gaan leren hoe je creatief of hoe je zelf creatief moet zijn. En de persoon die ons daar wat meer over kan vertellen, dat is Caroline. Ze heeft trouwens ook een programma op Vidaya en dat heet Rock and Roll. Oké, en dan het vuile werkje. Gewoon uw draad eigenlijk in de textielverharder doppen. En dan rond je een ballon beginnen wikkelen. Hè. Textielverharder, dat is eigenlijk een soort lijm die ik erbij doe. En die gaat ten eerste goed plakken op mijn ballonnen. Maar die gaat ook die textiel goed verharden. En naar het schijnt kan dat dan buiten hangen. Allee, dat staat er op de verpakking. Dus als het wat regent, dan blijven die balkjes nog goed. Voilà, gewoon daar wat rondwikkelen. En de bedoeling is eigenlijk dat ik heel die ballon, of toch bijna heel de ballon, vol ga doen met draad. En zien dat hem niet ontploft. Oké. Prikken. Oh. Dat gaat nog langzaam, dat is goed. Kan ik nog wat corrigeren waar nodig? Oh, kijk te mooi. Echt goed. Bijna zo schoon als mijn droomlamp. Rock and roll en de dame die heel veel rock and roll in zich heeft en die ons ook gaat leren hoe dat je zelf op een eenvoudige manier, zegt zij toch, creatief kan zijn. Wel, dat is Caroline Verbank. Een heel goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Caroline, we zagen net het eerste seizoen of een aflevering van het eerste seizoen van Rock and Roll op Vitaya. Ja, dat was een kort fragment van vorig seizoen. Mm-hmm. Ja. En nu ben je aan het tweede seizoen bezig? Ja. Nu ben ik volle bak aan het tweede seizoen bezig. Allee, het is eigenlijk al op antenne. Het draait volle bak. We zijn nu bezig met week 3. Ja. En ondertussen is er ook een boek uit. Ja, en dat is dit boek uit. Het is een heel mooi boek geworden ook. En het heet ook Rock'n'Roll. Ja. Daarvan kennen de mensen het natuurlijk. Hè? Ja. Ik zag op internet ook heel veel reacties van oh, ik ben eindelijk blij dat het terugkomt. Er zijn toch wel veel mensen die daar heel veel leuke dingen uithalen. Zowel uit het programma als uit het boek. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja. Hè. Ik ben er ooit aan begonnen toen dat ik de vraag kreeg om echt Vlaanderen of om België terug creativiteit eigenlijk. Of creatief terug bezig te laten zijn. En dat is toch een beetje gelukt. En hoe ben jij daarin gerold dan? Dat je uiteindelijk zo creatieve bij geworden bent? Was dat van kind af aan al? Als kind was ik al vrij creatief. En doordat ik in talen... ik heb dyslexie. En dat zijn rare kronkels soms in je hersenen. Waardoor dat je ook op andere manieren wel heel goed kon uitblinken. En bij mij was dat creativiteit. Ja. Dus dat was zo mijn en dada een beetje. En dan van het een kwam het ander. En dan zat ik ineens bij de Vlaamse Mediamaatschappij. Fantastisch. En een boek en een serie. En dat gaat allemaal heel erg goed. Ja. En we gaan hier bij Studio TVL ook iets maken. Ja. Ik heb een kort klein projectje mee vanuit het boek ook. Ja. Waar dat je eigenlijk van twee stukjes tafelzeil of toile-ciré, dat is zo van die plastic achtige stof. Maar dit is wel heel hip, want ik ken de tafelzeilen van vroeger. Nu heb je dat zo'n kei toffe printjes. Hè. Ja, waar vind je dat dan, bijvoorbeeld? Je vindt dat online op verschillende sites, mm-hmm. maar je vindt dat ook in stoffenwinkels en zo. Okay, hebben ze er in verschillende printjes. Ja. Dat is ook vooral heel bekend in Nederland. Ja. Als je een keer naar de Nederlandse markt gaat, koop je wat tafelzeilen. En wat ga je ervan maken? Ik ga er een broodmandje van maken. Dus eigenlijk met gewoon een keer rondom rond te stikken, het af te werken en een paar drukknopjes aan te doen, mm-hmm. kun je het zondag mee op de ontbijttafel zetten en kun je er broodjes in doen. En je kan kiezen welke kant dat het wordt. En je kunt nog kiezen, ja. Naar gelang het humeur. Naar gelang hoe je de drukknopjes bevestigt. Bijna. Bijna. Maar je kan dus nu al wel bepalen welke kant er binnenkomt of welke kant er buiten komt. Welke kant gaan we naar boven laten gaan? Jij mocht kiezen. Dan zou ik misschien... Zo, hè. Ja, oké. Okay. Dus dit de binnenkant. Ja. Okay, ik stel voor, want ik zag in jouw boek ook dat er een soort van playlist is van muziek die je kan opzetten tijdens het knutselen. Ja. Of tijdens het bezig zijn. Ja, ik heb er een nummer uitgehaald. Dat is Benny Goodman. Ja. Sing, sing, sing. Ja, dat klinkt zo. Even luisteren. Kan je daarin vinden om dit broodmandje te maken? Ik kan mij alle muziek vinden. Ja, rock and roll. Voilà, oké. Let's go. Dus wat is de eerste stap? De eerste stap is dat je twee stukjes tafelzeil eigenlijk op maat knipt. Dat heb ik al op voorhand gedaan. Mm-hmm. En dan moet je rondom rond stikken. Nu, meestal spelt je dat dan vast met speltjes. Maar omdat dat wat plasticachtige stof is, ga je gaatjes maken. Ah, ja. Dus ik zet die vast met paperclips aan elkaar. En kom je dan zelf op het idee van, ik ga daar geen gaatjes in maken, ik ga een andere manier zoeken om dat...
Dit eigenlijk... Ik denk dat ik dit zelf heb gevonden, maar ongetwijfeld dan nog mensen op dat idee zijn gekomen. Dus dat is ook het ding. Heel veel dingen die ik maak, of items die ik maak, die bestaan al, maar die heb ik herwerkt. En ja, ideeën blijven uitvinden. Allee, het wiel is ook... Al duizend keer uitgevonden. Waar water ook al net schijnt. Voilà, ja. Dus, ik ga zeker niet zeggen dat ik hier de eerste was, integendeel. Oké. Nu, je kan ook zelf de grootte bepalen, neem ik aan. Ja, zeker. Als je een grote familie hebt, dan maak je een grote broodmand. Ja, en als je maar met twee bent, dan kan je een kleintje maken. Ja, voilà. Ja, je kunt het een hoge rand geven, waardoor dat je nog voor andere doeleinden eigenlijk kunt gebruiken. Voilà, dus dat zit eigenlijk nu goed aan elkaar. Vast, ja. En dan stikken, hè. Dat is gewoon eronder steken. Ja. Zo, gelijk leggen. En dan stikken. Doordat dat nu was gereed, plakt dat wel een klein beetje, dus je moet er wel aan trekken. Maar... En dan moet je ze wel verschuiven natuurlijk. Ja. En je moet dan wel een beetje oog hebben dat je de stiklijn ongeveer een beetje evenwijdig houdt, hè? Ja. Maar dat is ervaring, denk ik. Wacht, ik ga dat een beetje... Ja. ervaring. Nu, zelfs, want je ziet hier, is dat niet helemaal gelijk gestikt. Maar daar is nog een trucje voor. Oké, maar dan gaan we zo meteen op het terugkomen. Het is creatieve dinsdag. We hebben daar straks al leren bloemschikken en nu leren we hoe je eigenlijk op jezelf eenvoudig en gemakkelijk creatief kan zijn. En dat leren we allemaal met Caroline van Rock'n'Roll. Creatieve Caroline, mag ik zeggen? Ja, dat mocht je zeggen. Ja. We zijn een broodmandje aan het maken van tafellaken. Ja. Ik vind het geweldig. Dus ik heb net helemaal rondom rond gestikt en nu ben ik de boord aan het... net naast de gestikte naad eigenlijk, ben ik de boord aan het afknippen met een zigzagschaar. Ja, omdat dus, toch... dat mooi is afgewerkt eigenlijk. Ja. Dus hier en daar was het toch een klein beetje toch verschoven. En met dat ik nu mooi zigzag, zijn er twee randen. Ja. Dus gewoon opgelijk. Allee, schoon. Mooi. Het is ook een soort van recycling, hè? Want stel dat je nog een stukje over hebt van de een of andere... Ja, zeker. Ja. En je kunt ook plastieke zakken eigenlijk, die je zo in de winkel krijgt, waar je tegenwoordig voor moet betalen, kunt je ook strijken aan elkaar, maar dan wel met broodpapier tussen. Mm-hmm. En dan heb je ook een plastieke folie die je tot zo'n broodmandje kunt doen. Dat is helemaal recycling. Ja, inderdaad. Ja. Ben jij zo iemand die niks weggooit? Ja. Ik moet... ja, mijn wederhelft vindt dat niet zo tof. Nee, dus, dat geloof ik. Dat is één keer om de maand serieus opruimen en knopen doorhakken. Dus, met pijn in het hart. Soms, maar uiteindelijk kom je wel wat leuke dingen tegen. Dus, Goed, dus we hebben nu de stukken aan elkaar gemaakt. Ja. Met een stikrand en geknipt om het een beetje mooi fraai af te werken. En nu? Ja. Nu, de laatste stap is eigenlijk gewoon drukknopjes bevestigen. Twee in elke hoek, zodat ze dan... Zo, als je dat dan aan elkaar doet en dan daar ook nog twee, dan krijg je eigenlijk een mandje. Oké. Dus aftekenen en dan bevestigen. Ah, dus het is niet op het oog? Nee, daar doe ik niet mee. Nee. Allee, jawel, af en toe. Meten is weten, werd mij ooit verteld. Dit keer niet, ja. Ja, dat is toch ongeveer op dezelfde afstand staan. Dus, ongeveer. Ja, oké, toch inderdaad. Ongeveer, zegt ze. Is toch... Ja, dus 5 centimeter van de rand en dan 1,5 centimeter naar binnen. Ja. Voor mensen die net inzappen. Caroline heeft zowel een tv-programma op Vitaya, waar ze eigenlijk ons leert om zelf creatief te zijn, maar ze heeft ook een boek uit. En dat heet ook Rock'n'Roll, net als het televisieprogramma, waar ook heel veel leuke dingen in staan om zelf te maken. Ook de benodigdheden die je daarbij nodig hebt. Kijk, het broodmandje, zoals we het hier aan het maken zijn, staat ook in het boek. En we geven het boek ook weg. Dankzij uitgeverij Lano mag ik enkele exemplaren wegschenken. tvl.be is de boodschap. Op doe meeklikken. En zo maak je dan kans op het boek van Caroline. Om zelf creatief te zijn in huis. Voilà, Caroline. Ja, we zijn hebben er. De tafellakenstukjes aan elkaar gemaakt. Ja, rondom rond gestikt. Dan met de zigzagschaar helemaal rondom rond. Dat is een beetje Piet Huizentruid nu, hè. Wat hebben we geleerd? Ja, wat hebben we gedaan? Ja, met de zigzagschaar, dat is eigenlijk verkeerd. Het is een kartelschaar. Ja. Zigzagschaar is een beetje mijn eigen... Zigzagschaar is ook wel moeilijker dan kartelschaar om te zeggen. Ja, dat is waar. Ja, daar heb ik u gelijk. En dan als laatste eigenlijk 8 drukknopjes bevestigen. En als we die nu
dicht doen. Moet je wel oppassen natuurlijk dat je niet zo de twee mannelijke deeltjes aan elkaar zet. Ja, dat zou, dat zijn van die dingen. Altijd zien dat je mannen en vrouwtjes hebt. Dat zou ik dan weer, dan denk van, oh, dat gaat snel. Ah, pas op hoor, de eerste dingen die ik maakte. En dan, dat is iets dat je eenmaal op het einde doet. En als het dan verkeerd is, ja, jammer, moet je wel opnieuw beginnen. Ja. Dus je leert daar wel uit. En voilà, het is klaar. Voilà. En daar kunnen croissants in, broodjes in. Dat, ja. Fantastisch, hè? Kijk, zo ziet het eruit. En vooral als het vuil is, dus met croissants zeker. Als ja. Dan zo en wat suiker of wat chocolade. Open van doen, ja. Boven de pombak alles eruit kappen en ik er mijn voetje erover aan. Je kunt dat met water afwassen. Fantastisch, zeer goed. Nu, voilà. Hoe kom jij op die ideeën? Hè? Want stel, je hebt een idee voor een boek en dan? Word je daarbij geholpen? Ja. Dus een heel deel items die ik maak, die zijn rechtstreeks van mij. Mm-hmm. Maar dan natuurlijk wel in een redactieteam van kijk, is dat mogelijk? Zijn die stappen te moeilijk of te makkelijk? Kunnen we daar nog een stap extra aan toevoegen? Er zijn een heel deel ideeën die eigenlijk van internet komen, die ik dan herwerk om toch uniek iets te maken. Iets hedendaags, Iets hedendaags van. Dus heel veel technieken ook, die we heel leuk vinden. Probeer dan op een andere manier of in een ander meubel of zo te verwerken, dat we het zeker wel kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dan zijn er nog een paar brainstorms ook geweest, waar we dan van niks eigenlijk begonnen zijn en dan een idee hebben gekregen. En je bent ook te volgen op Facebook. Ja, zeker. De en hoe Facebook werkt dat dan precies? Dus je hebt Rock and Roll, dus je kan de Facebookpagina zoeken. En wat staat er zo op? We zien de pagina hier achter mij. Voilà, kijk. Dus, al 15.000 en nog mensen vinden dat leuk. Is ongelooflijk, hè? Ja, dat is waanzin. We moeten er eigenlijk nog 1000 bij doen. Hè. Gewoon naar Rock and Roll gaan, op vind ik leuk klikken. Dat is ook, kom je van alles te weten. Hè. Je zet er foto's op. Ja, dat is het leuke eigenlijk aan die Facebookpagina. Dus alle kijkers of alle volgers eigenlijk op die Facebookpagina, die delen al die ideeën. Waardoor dat je heel veel inspiratie krijgt van andere mensen. Eigenlijk zo'n beetje een community, hè? Ja, mensen delen eigenlijk ideeën. Ja, zeker. En dat hebben we gemerkt bij het eerste seizoen. Was die Facebook er ook al en was dat een heel leuk effect eigenlijk, dat mensen ideeën konden delen. En dat hebben we nu bij het tweede seizoen ook betrokken. Dus er zijn af en toe ook kijkers die iets in beeld maken. En ik ga ook één keer per week bij kijkers op bezoek om iets aan hen aan te leren, maar ook omgekeerd, zodat zij iets aan mij kunnen leren. Fantastisch concept, hè? Ja, vind ik. Het werkt als je zoveel volgers hebt. En er komen er misschien nog wel wat bij uit Limburg. Yes, keigoed. Heel fijn dat je erbij was. Ja, met het boek en heel veel succes met de serie. En wie weet een derde deel binnenkort. Wie weet. Wie weet. We zien. Ik wens het jou toe alleszins. Dank je wel, Caroline.